Als er geen verandering optreedt met betrekking tot de economische bedrijvigheid bij de reisbureaus, zullen zij slechts kunnen overleven. Wij hebben het heel moeilijk, dit zegt Cindy Uden, voorzitter van de Associatie van Surinaamse Reisagenten, ASRA. De boekingen van reisagentschappen zijn met 95% afgenomen. De verkoop van vliegtickets is dramatisch gedaald. Van de ruim 800 boekingen per maand naar slechts een handjevol, benadrukt Uden. Heel moeilijk, omdat we moeten het zelf doen. We moeten onszelf zien te redden, eventueel met de bank afspraken maken, bepaalde provisies, noem het maar op. We moeten echt proberen onze broek zelf omhoog te houden, omdat anders gaan we verzuipen. Er zijn reeds gesprekken gevoerd met het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme en het ministerie van Volksgezondheid over de te ondernemen stappen. De tegemoetkoming die de overheid geeft aan personen en bedrijven is nog lang niet toereikend voor het personeel en een bedrijf. Gezien de situatie in het land met de hoge besmettingen gaat dat heel moeilijk en daar tonen we begrip voor. Er zijn wel regels, IATA-regels. Er zijn allerlei protocollen die IATA heeft gepubliceerd en geproduceerd die eventueel het openstellen van luchtruim met COVID-maatregelen mogelijk zou moeten maken. Maar we zijn daar nog niet. En er zijn diverse gesprekken hierover gevoerd. We blijven kijken hoe we deze situatie samen doorheen kunnen komen. Maar tot op dit moment is dat nog niet het geval geweest vanwege, net wat ik zeg, de hoge besmettingen. De economie kan niet meer stil blijven zitten. Andere landen hebben hun grenzen opengehouden omdat zij het anders financieel niet zouden overleven. Suriname moet zich ook klaarmaken om toeristen toe te laten onder strikte COVID-protocollen. Niet alleen de reisagenten lijden onder de COVID-pandemie en de crisis, maar alle andere ondernemingen en sectoren. Toerisme onder COVID-protocollen kan ook. Dat zien we ook in de regio. Jamaica heeft ervoor gekozen, Antigua heeft ervoor gekozen, Barbados, er zijn tal, Curaçao, Aruba. Ze hebben problemen gehad, dat is waar. Maar gaandeweg ga je het leren. Je kan remmen zoveel als je wilt. Maar we moeten nu leren leven met een onzichtbaar virus dat ons zwaar in de ban heeft. En we gaan moeten kijken hoe dan ook toch mee kunnen omgaan. Misschien simpel bekeken vanuit mijn optiek, maar we gaan echt die balans moeten kunnen zoeken.